voorzitter. Het is uiteraard een goede zaak dat de europese unie zich mee inzet voor een oplossing van het turks koerdische conflict dat trouwens als gevolg van die ongecontroleerde immigratie ook in onze straten zelf wordt uitgevochten en niet enkel in parijs vrees ik. maar uiteindelijk zullen toch de turken en de koerden zelf zijn die een oplossing moeten vinden die tot een vergelijk moet komen. en dan moeten wij man en paard noemen. indien het de turkse regering echt menens is met een vredesinitiatief dan moeten erdogan en de zijnen eerst die zeer vele duizenden mensen vrijlaten die vastzitten en wiens enige misdaad erin bestaat zich te hebben uitgesproken voor de koerdische taal en de koerdische identiteit. dat is de lakmoesproef waar de commissie en waar heel europa moet op toezien en waar we niets op mogen toegeven. zolang turkije actief de koerdische taal de koerdische identiteit de koerdische cultuur ontkent en bestrijdt kan er geen vrede komen. dank u.